Hoi allemaal. Vandaag is mijn laatste dag bij Loudness. Het bedrijf dat ik zelf heb opgericht en nu heb overgedragen. Als je dit kijkt, ben je een vriend van de studio. Ik beloof je dat het geen lang verhaal zal worden. Vandaag is dus mijn laatste dag als sounddesigner. De meeste van jullie wisten natuurlijk al lang dat dit eraan zat te komen, maar het voelt voor mij toch echt, echt onwennig. Het is tijd om het stokje over te dragen. Ik vind mezelf nog niet te oud voor dit vak, want creatief en inhoudelijk gaat het nog best goed, maar ik heb natuurlijk ook gewoon het gaafste vak van de hele wereld. Want ik heb namelijk geen werk. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik beleef er nog intens veel plezier aan. Maar over een maandje word ik 60. En dat is voor mij toch een magische leeftijd. Ik spiegel me in dat verband ook altijd aan mijn vader. Toen hij 65 werd, zei hij tegen mijn moeder, nu gaan we leven, nu gaan we doen wat we zelf willen. We kopen een camper en we gaan op reis. En een half jaar later was hij dood. Nu heb ik dit verhaal al vaker verteld, eigenlijk aan iedereen die het maar wil horen. Maar het is voor mij dan ook echt een drijfveer geweest om dit te doen. Het hangt als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Stel je het toch eens voor, nog maar 5 jaar. Ik moet er niet aan denken. Maar toch, het zou zomaar kunnen. Morgen kan het voorbij zijn. Je weet maar nooit. Ik heb dit vak 35 jaar, het merendeel van mijn leven dus, met heel veel plezier uitgeoefend. Ik heb met ontzettend veel inspirerende mensen mogen samenwerken. Filmmakers, reclamecreatieven, regisseurs, acteurs, schrijvers, journalisten, presentatoren, captains of industry, CEO's van grote bedrijven. Stuk voor stuk prachtige mensen. Inspirerende persoonlijkheden met een grote interne drive. En allemaal hebben ze hun audiovisuele producties in mijn handen gelegd. En allemaal maakten ze gebruik van mijn kunsten, mijn creativiteit. Ik heb met de allergrootste mogen samenwerken. Dat geeft grote voldoening. En vooral ook omdat ik met hen op een gelijkwaardig niveau heb mogen omgaan. Dat was tegelijkertijd leuk en spannend. Leuk omdat je na jaren een hechte band met hen hebt opgebouwd. En spannend omdat het mensen zijn met toch een zekere invloed. Dus je kunt je in de uitvoering geen fouten permitteren. Ik heb speelfilms vormgegeven, tot aan science fiction en zombie horror aan toe. Ik heb beroemde en beruchte kindertv mogen maken. Ik heb oneindig veel reclame en oneindig veel televisie vormgegeven. Dag in, dag uit en dat 35 jaar lang. En daar ben ik echt ongelooflijk trots op. En natuurlijk dankzij de hulp van mijn gezin, mijn partner in crime. En tevens de liefde van mijn leven, mijn jongste zoon die al 7 jaar aan mijn zijde staat. En mijn oudste zoon die altijd klaar staat voor technische guidance. Zonder hen had ik dit niet kunnen volbrengen. Loudness blijft gewoon in zijn huidige vorm bestaan. Pepijn blijft en er zijn nieuwe, maar ook vertrouwde gezichten bijgekomen. Ik laat het in goede handen achter. Maar wij gaan nu dus wat anders doen. Ik sta op uit deze stoel. En we stappen in onze camper en we gaan voor langere tijd op reis. Op zoek naar een rustig plekje in een warm land. Ik zal jullie missen, maar jullie mij niet. We gaan onze reis namelijk documenteren en wel op dit YouTube-kanaal, Living in the Birdhouse. In het Engels als Jacob en Maggie. Vanaf 3 april elke week op maandag te zien. Hopen we. We hebben alvast een voorproefje gemaakt. Hier, het komt zo rechtsboven. Een korte film over het uitzicht van ons boshuisje. Lieve, prachtige en fantastische mensen. Ik vond het een grote eer. Vaarwel. En welkom. Sunny side.